Nou, we hebben hier een trekpadentuig liggen van het merk Pfiff. Hij is geel van leer. Ik zal even de onderdelen benoemen. Hij is zo uit de doos gekomen. Ik heb aan deze kant heb ik de broek. Die bestaat natuurlijk uit verschillende onderdelen. We gaan hem daar ook in elkaar zetten, zal ik ze even benoemen. Ik heb hier het zadel, dus de schoft. Het borstgedeelte en het borstblad. Ik heb hier het gedeelte waar we de wagen mee aan het zadel gaan hangen. Ik heb hier de strengen, de leidsels en een hoofdstel. Nou, we gaan nu één voor één alles in elkaar zetten om te zorgen dat het bruikbaar is. Nou, we beginnen bij de broek van dit tuig. Ik heb hem al een klein beetje op tafel uitgelegd en ook al richting hoe die moet komen. Ik heb hier namelijk een losse riem met in het midden een verdikking. Nou, daar komen we dadelijk bij. Dat is een lendenriem. Die leg ik even aan de kant. Dan hebben we hier de rugriem met de culeron. Hier doorheen zit ook al een lendenriem en die lopen ietsje schuin naar achter. Nou, als ik gewoon de broek zo op tafel leg met de twee broekriemen, dan heb ik twee gespen omhoog wijzen aan deze kant en twee aan deze kant. Nou, dan begin ik bij de achterste gesp. Ik zal dit even goed leggen. Nou, in die achterste gesp, daar komt de schuinlopende lendenriem in. Nou, ik haak hem er gewoon in en ik doe hem even ongeveer in het middelste gat. Hij heeft geen middelste gat in dit geval, dus in het derde. En ik doe aan de andere kant exact hetzelfde. Dus de schuine riem moet ook schuin naar achter wijzen. Zo. Nou, als dat zit, dan heb ik dus nog twee gespen over. Maar ik heb aan die rugriem verder niks meer zitten. Nou, wat we nou doen, die losse lendenriem, die heeft hier aan de bovenkant een soort lusje. Het is waarschijnlijk nog een beetje stug in het begin. Maar daar gaat de hele rugriem doorheen. Zo. En hij kan dus ook glijden naar de juiste plaats straks als hij op een paard ligt. En dan kunnen we aan beide kanten kunnen we die gespen ook even vastmaken. Nou, in principe is het de bedoeling dat de gesp voor en achter van de lendenriem in hetzelfde gat zitten. Dus ik doe ze alle vier hetzelfde. Zo. En uiteindelijk zal dit dan de broek zijn. Ik zal hem langzaam even optillen. Zo moet hij worden. Nou, we hebben hier eigenlijk, als we een normaal Europees tuig zouden pakken, hebben we hier een schoft en een borstblad. Nou, in deze setting als trekpaardentuig heet dit een zadel. Het lijkt ook iets meer op een zadel dan op een schoft. Maar dit is één geheel. Dus we gaan dit daar ook in elkaar zetten. We hebben dus het zadel, borstblad, een halsriem. Dat is een riem in de vorm van een T. We hebben hier twee draagriemen waar straks het lamoen in komt. En we hebben twee leidselsleutels. Nou, we beginnen even vooraan. Als we nou beginnen met de T, dan doen we de riem die in het midden zit, die laten we naar achter wijzen ten opzichte van het bosblad. Ik zal het bosblad even zo neerleggen. Nou, dan zien we eigenlijk hier aan de zijkant van het bosblad zien we één riem met een gesp. En we zien één kale stoot, noemen we dat. Nou, die riem met die gesp, dat kan ook niet anders. Daar maken we de T-stuk aan vast. Dit heet trouwens de halsriem. Nou, die maken ongeveer een derde gat. Bijna het midden. Zo komt dit eruit te zien. En nu pakken we eigenlijk al een zadel erbij. Nou, dat zadel heeft aan de achterkant één gesp. En aan de voorkant drie gespen. Dat is belangrijk om te weten. Dus de drie gespen wijzen naar de voorkant van het paard dadelijk. Als ik deze nou ook even zo erachter leg, dan kan die middelste riem van die T, die kan hier in de middelste gesp. Ik doe hem even willekeurig in de gaatjes, stellen we later af bij het paad. Nou, dat uiteinde, die kan hier onderdoor, door de passant die daar zit. En uiteindelijk zien we daar dus bijna niks meer van. Nou, dan hebben we hier aan de zijkant hadden we een kale stoot. En ook die gaat vast aan een gesp aan het zadel. Zo, uiteinde kan er weer doorheen. Doen we aan de andere kant hetzelfde. Nou, we beginnen nu al een klein beetje op te lijken allemaal. Ik ga hem even een kwartslag draaien. En dan heb ik hier nog twee draagriemen. Nou, die draagriem, ik zal hem even zo pakken, die heeft één dichte ring
En hij is hier dus dichtgenaaid. Ik kan hem hier niet schuiven of losmaken. En als je dan verder kijkt, dan zie je dus een losse riem verder. Die dichte ring moet naar onder. En dan gaat het uiteinde gaat hier doorheen. En gespen we vast op het gewenste gat. In dit geval maar even in de tweede. Uiteindelijk moet dit natuurlijk zo netjes door de passant. En dan doen we aan de andere kant hetzelfde. Straks bij de wagen komt hier dus het lamoen in te zitten. Nou, onder die draagriem zien we nog een hele dikke riem. En we hebben daar ook een hele dikke gesp zitten. Nou, die kan eigenlijk niet missen. Die moeten aan elkaar. En dan begint dit ook al vorm te krijgen. Dus we hebben nu eigenlijk bijna alles al compleet. Het enige wat we nu nog missen is leidselsleutels. Om te zorgen dat de leidsels ergens naartoe kunnen. Nou, ik zal even kijken. Deze kant gaat er makkelijk uit. De bout draaien we er even uit. Die is alleen voor transport. En dan pakken we een leidselsleutel. De naam begint nu ook duidelijk te worden, denk ik. En die draaien we er zachtjes in. Totdat die vast zit. Zo. En dat doen we aan de andere kant hier exact hetzelfde. Dan hebben we eigenlijk ons bosblad met schoft of zadel compleet. Nou, we hebben hier nog twee onderdelen over van dit tuig. We hebben hier het hoofdstel en we hebben de leidsels. Nou, dit is een typisch trekpadenhoofdstel. We hebben dus geen oogkleppen en we hebben ook geen bakstukken waar we bits zomaar aan kunnen hangen. Het idee is dat hier aan deze ogen aan de zijkant, dat we hier dus een bit aan kunnen klikken met gespen. Die ze horen dan bij het trekpadenbit. Nou, dan hebben we de leidsels en dan zien we eigenlijk, zoals bij bijna alle tuigen, dat we bruine leidsels hebben terwijl we een zwart tuig hebben. Nou, dat is geen foutje, dat is de bedoeling. Van vroeger uit is bruin leer soepeler dan zwart leer. En daarom werd bruin leer altijd gebruikt voor de leidsels om te zorgen dat het lekker soepel in de hand ligt. Nou, we zijn hier met een trekpadentuig. Ik ga proberen te laten zien hoe die op ons paard moet liggen. Nou, we beginnen even met het bosblad, het grootste gedeelte ook van het tuig overigens. Uiteindelijk komt hij zo op ons paard. Maar om het makkelijk te maken pakken we hem even vast hier bij het zware gedeelte, het grote, dikke gedeelte. En doen we de halsriem naar de voorkant van ons paard. Nou, zo kan hij makkelijk over zijn hoofd. Op deze manier. Zo. Ik zal eerst even het paard vastzetten weer. Anders loopt hij weg. Nou, en dan draaien we hem een halve slag om. En eigenlijk ligt hij dan al zoals we hem uiteindelijk ongeveer willen hebben. Nou, wat belangrijk is aan dit bosblad, is dat hij natuurlijk op de juiste hoogte hangt. Voor de rest kunnen we er heel weinig aan doen nog. Om dat te laten zien, is het handig dat u hier ongeveer gaat voelen. Hier zit namelijk een bobbel. Dat is een boeg- of schoudergewricht. Het is maar net hoe je beestje wilt noemen. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. We hebben hier een knobbeltje zitten bij elk paard. En als we daar twee vingers boven doen, dan willen we daar eigenlijk dat het bosblad komt te liggen. Dus in dit geval, hier zit het knobbeltje. En dan doe ik twee vingers boven en daar begint het envelopgedeelte van dit tuig. Nou, we gaan verder met het schofje. Nou, we zijn hier bij de schoft of het zadel. Eigenlijk is het een zadel. Hij is ook wat breder dan een gemiddelde schoft. Nou, wat we nou doen, of wat we eigenlijk zien, is dat hier geen singels aan zitten, want dat sluit dadelijk namelijk allemaal aan op ons bosblad. Wat belangrijk is dat de kant met de drie gespen, dat de voorkant is. En de achterkant is de kant met één gesp. Nou, als ik deze nou zo op mijn paard leg, dan wil ik dat hij ongeveer een handbreedte achter zijn schof ligt. Nou, hier is zijn schoft, dus ik wil daar een mooie hand achter. En daar moet het zadel eigenlijk beginnen. Nou, wat we nu doen, ik zal dadelijk de andere kant zelf even doen. Hier zit aan die grote ijzeren ring zit een gesp. Kijk, en hier kan ik hem zo aangespen. En dat doe ik aan de andere kant dadelijk ook. En dan zit hij eigenlijk een soort van wel vast. Nou, wat we daarna gaan doen, dan zien we hier eigenlijk nog een losse riem hangen. En die gaat hier naar de gesp aan het zadel. Op deze manier.
Nou, ik haak hem even gewoon aan. En het uiteinde kan hier straks mooi onder die flap. Dat zult u zien, daar zitten passanten om hem doorheen te halen. En op deze manier komt dit dan vast te zitten. Ik zal de andere kant even zelf doen en dan gaan we verder. Nou, inmiddels zit de andere kant ook vast. Ik mis hier nog iets. Hier moet namelijk uiteindelijk moet hier het lamoen van de wagen in. Nou, daarvoor hebben we deze riem. De onderkant is een dichte ring. En hierboven hebben we gewoon een losse stoot. Nou, als ik die hier nou doorheen haal. Zo. En ik gesp hem even vast. Op deze manier. Dan kan die door de passant. Kijk, en dan hebben we een, ja, nou laten we het even een draagriem noemen. En die draagt dan op deze manier het lamon wie hierin komt. Wat we nog meer zien is, we hebben hier die halsriem. En dat was in een T-vorm. Kijk, dus ik heb hier eigenlijk een riem over. Nou, daar is die derde gesp hiervoor. Deze kan door die derde gesp. En dan komt deze hier mooi aan te zitten. Zorgen dat deze recht omhoog loopt. En dat die dan mooi aansluit op het zadel. Op die manier moet dat vast. Nou, dan hebben we dit eigenlijk allemaal zitten. Dan hebben we hier alleen nog een buitensingel. Die kan gewoon dicht. Nou, die buitensingel die hoeft eigenlijk niet zo heel veel te doen. Dus die, ook al zet ik hem op zijn kortste gaatje, hangt die eigenlijk nog los, zult u zien. En dat hoort bij dat tuig. Dat is een buitensingel om de boel een klein beetje op zijn plek te houden, maar eigenlijk heeft die verder weinig functie. Nou, het enige wat eigenlijk nog overblijft nu, is dat we de singel vast moeten maken. Nou, die hangt daaronder, dus die kan ik hier dadelijk gewoon netjes in het gaatje doen. En op die manier wordt de boel geborgd. Dan kunnen we verder met de broek. Nou, ik heb hier de broek. Als ik de broek zo hou, dan komt het aardig overeen met hoe die dadelijk op het paard komt. Hier heb ik een uiteinde zonder gesp, maar die zit aan mijn zadel. En aan de achterkant zit de culeron. Ik zal hem er even opleggen. Deze manier. Nou is dit een trekpaardentuig en Berend is geen trekpaard, dus alles is een beetje aan de grote kant natuurlijk. Maar ik probeer het toch even uit te leggen. De rugriem, dat is deze, die gaat hier vast aan het zadel. Nou, daar zit één gesp, dus dat kan eigenlijk niet misgaan. Als we dan verder naar achter kijken, dan zien we hier mooi de rugriem liggen. En dan hier aan de achterkant zit de culeron. Nou, dat is dat ronde gedeelte, die gaat onder de staart door. Als ik de staart mooi hoog optil, dan stelt het eigenlijk niet zoveel voor. En dan maak ik hem weer vast. Op deze manier. Nou, die rugriem, die moet eigenlijk zo strak, en dat kan ik dus nu niet zo goed voordoen, maar hij moet zo strak daar vastzitten, dat als ik een vuist hier op het bil van mijn paard zet, dat de rugriem over mijn vuist loopt. Dus op deze manier. En dan zou die dus strak moeten zitten. Dat is de maat van de rugriem. Dan gaan we verder met de hoogte van de broek. Ook heel belangrijk natuurlijk. Als we hier de zitbeenknobbel van ons paard hebben, en die kunnen we in dit geval niet voelen, of nou ja, u kunt hem sowieso niet voelen, maar we kunnen hem wel altijd zien. En als we nou kijken zo naar de zijkant van het paard, dan pakken we het dikste gedeelte. Nou, daar zit de zitbeenknobbel. Als we daar onze duim op leggen, dan kunnen we proberen met de pink de broek aan te raken. Nou, dat zou eigenlijk net of net niet moeten lukken. Dus deze afstand, die willen we graag tussen de zitbeenknobbel en de broek van het tuig. Dus hij zit in dit geval op de juiste hoogte, ondanks dat hij in het kortste gaatje zit. Nou, dan hebben we hier de broekriemen. Die komen straks uiteindelijk aan onze wagen, dus daar hebben we nu even niks mee te doen. Het enige wat we nu nog missen is een hoofdstel en leidsels. En uiteindelijk de strengen. Nou, ik heb hier een streng. En dit is het uiteinde die uiteindelijk aan de wagen komt. Dus eigenlijk moet die andersom. We hebben hier een gesp met een aantal gaten, zodat we hem mooi af kunnen stellen op lengte. En hier aan het uiteinde zit een soort strengstrop. Die gaat dus om de zweng van de wagen. Nou ligt het een beetje aan wat voor kar u heeft. Zeker met een trekpaard kan ik me voorstellen dat dat op een andere manier vastzit. Als ik hem zo uit elkaar trek, dan heb ik gewoon een mooie haak waar ik iets mee kan. En dat is natuurlijk wel leuk, want die kan ik bijvoorbeeld hier aanhaken. En op die manier kan die zo bevestigd worden, zodat hij de kar kan trekken. Dan kan ik hem hier gewoon afstellen. En dan maak ik het andere uiteinde aan de kar. Dus we kunnen eigenlijk kiezen wat we willen en hoe het bij de wagen uitkomt. Vandaar deze haak. En dat dit een D-ring is, maakt hem dus eigenlijk multifunctioneel.
We zijn aangekomen bij de leidsels. Ik heb hier de leidsels al vast. Ik heb ze al even uit elkaar gehaald dat het allemaal mooi recht ligt. Dat uiteinde wat ik over heb, dat leg ik even op mijn paad. En dan leg ik één leidsel leg ik naar één kant. Of vooral naar de andere kant eigenlijk. En deze leidsel, daar blijf ik even mee hier om het te laten zien. We gaan hier eerst door de sleutel. En dan hangen we de leidsel ongeveer op kniehoogte van Berend. Heel ietsje lager. Want bij gemiddeld ander tuig gaat hij ook nog door een leidselring. Maar een trektuig heeft hij niet. Nou, aan de andere kant doen we dat ook. Op deze manier. Nou, en wat we nu doen. We doen de twee leidsels leggen we netjes op elkaar. En we maken dan een lusje van voor naar achter door de linker sleutel. Zo. Dan pak ik het uiteinde wat nog over is. En daar maak ik ook ongeveer halverwege een lusje. Die haal ik hier doorheen. En dan trek ik deze aan. Nu zit alles mooi vast en geborgd. En de leidsels, de uiteindes, die hangen nu hier. En dit is een mooie afstand naar het bit van het paard zo straks. Maar goed, we hebben nog even geen hoofdstel en bit. Dus dat komt dadelijk. Dus tot zover de leidsels. Nou, dan hebben we hier het hoofdstel. Nou, ik heb hem alvast even opgedaan. En zoals iedereen waarschijnlijk kan zien, hij is erg aan de grote kant. Nou, ik heb dus niet de maattabel gebruikt die op de website staat. Dat had ik beter wel kunnen doen, dan was die wel passend geweest. Maar goed, voor nu is het alleen even om te laten zien. Nou, dit hoofdstel is praktisch eigenlijk een halster. Alleen, we hebben hier wat extra ruimte aan zitten, hier in de ring, om te zorgen dat we hier een trekpaardenbit in kunnen hangen. Dat is dus een bit met clipjes aan elke kant en die kan ik hier zo aanklikken. Nou, ook dat bit heb ik even niet bij de hand en zou ook veel te groot zijn voor onze Berend. Maar dit is het idee van het hoofdstel.